Ja, dames en heren, mij is gevraagd om de eerste bedrijvenbeurs van Business Club DVS te openen. En dat doe ik met heel veel plezier. Voetbalzaken doen of businesszaken doen, zaken doen bij voetbal. Ik weet niet of dat allemaal zo werkt. Maar wat ik wel weet, is dat je bij voetbal prima contacten kunt leggen. Voor de start van de beurs en ik wens u hele goede beurs toe. Op deze Business Club beurs sta ik hier met meneer De Vries, klopt dat? Wouter De Vries, ja. Wouter De Vries. En Wouter De Vries is ja, zeg maar bedenker van onder andere dit, de Telgse Poort. Ja, dat klopt. Dit is een project die wij zijn als HP Vastgoed zijn we gespecialiseerd in inbreidingslocaties. En dit is zo'n inbreidingslocatie waar een garage staat, nu nog staat. Maar binnenkort wordt die gesloopt. En dan wordt dit gebouw neergezet. En je bent tevens sponsor van de Business Club van DVS 33? Ja, ik ben sponsor van de Business Club. Ja, al jaren. Ja. Al jaren. Maar en hier ook al regelmatig bezoeker geweest of niet? Nee, dat niet. Nee, dat, Maar vanaf nu wel? Nou, ik zou het wel willen. Maar ik heb kinderen die doen ook andere sporten. En dat is vaak op zaterdag. Maar als het enigszins mogelijk is, dan probeer ik hier wel naartoe te gaan. Ik snap het. Mooi initiatief dit van de Business Club. Ik vind dit echt een heel goed initiatief. Niet alleen omdat er mensen komen om te kijken wat we zo in Ermelo hebben. Want als je kijkt toch naar Ermelo, dan hebben die toch wel een groot aantal verschrikkelijke goede en leuke ondernemingen en ondernemers. En het is ook eens een keer goed om de ondernemers, omdat ik niet zo vaak op de Business Club kom, want anders kom ik ze daar natuurlijk tegen. Maar om ze nu ook eens allemaal eens even in de ogen te kijken. En dat vind ik wel heel erg leuk om van dit initiatief. Kortom, een bedrijvenplatform. Ja, een bedrijvenplatform, ja. En vooral plaatselijk, hè. Ik zeg ook altijd, wat je in je eigen stad kan halen, dat moet je niet ver weg gaan halen. Doe het maar, hè, ondersteun elkaar maar als ondernemers binnen een dorp. Heel goed, bedankt. En dat je nog maar vele jaren sponsor van DVS mag. Dank je wel. Met DVS TV lopen we zo wat standhouders langs. En nu is dat de heer Remmers, heb ik dat goed? Cor Remmers. Cor Remmers, namens Wustman. Wustman, een Harderwijks bedrijf, of niet? Ja, klopt helemaal. Al bijna 150 jaar. Ja, en dan zou je denken dat alles in het groen is hier, maar dat is niet zo. Nou, ik heb wel wat groens meegenomen, dat is hier te zien. Dat zijn wat producten die wij verkopen. Dus groen is wel degelijk aanwezig. Ja, nou. Ja, maar je weet welke link ik het over heb, hè, VVOG. Maar op een of andere manier DVS 33 toch zo slim geweest om contacten te leggen met Wustman. Klopt. En daar ben ik misschien wel een mee schuldig aan, omdat ik Ermeloer ben. Ik woon in Ermelo, ik ben gek op voetbal. Ik heb al wel eens een beetje mogen proeven aan DVS, het gevoel bij de Business Club. En ja, dat stond mij dusdanig aan dat wij hier sponsor zijn geworden. Hartstikke mooi. En dit is natuurlijk ook wel een hele mooie, ja, mooie organisatie, dit bedrijvenplatform, deze beurs. Ja, zeker. Een heel mooi initiatief ook. En dat is, ja, nog steeds, dat onderstreept hetgeen wat ik net zei eigenlijk. Het is een mooie club, een mooie businessclub. Er wordt veel georganiseerd en er worden veel kansen gegeven aan de sponsoren. En als je daar gebruik van maakt, dan doe je het allebei goed, denk ik. Ja, want het moet natuurlijk tweerichtingsverkeer zijn. Want als het alleen maar vanuit jullie geld genereren naar DVS is, dat is niet genoeg. Ja, het is een beetje, het heeft meerdere redenen. Wustman wil heel graag midden in de samenleving staan, midden in de maatschappij. En daar is dit ook een heel mooi onderdeel van. Wij ondersteunen hier toch ook in de regio van Harderwijk een hele goede sportvereniging. Dus het is zeker win-win. Met een fantastische geluidsinstallatie. Toch ook wel een beetje dankzij Wustman, ja. 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 Oké, bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Tegenover mij Renate Sietsma. En Renate is coach, trainer van meisjes onder de 15, als ik het goed heb. En wij hebben je toen vergeten te noemen.
Ja, dat klopt inderdaad. Maar dat is niet helemaal niet erg hoor. Jij was toen op stage. Je ging op stage naar Spanje. Maar dat team is nog steeds heerlijk, of niet? Ja, dat gaat heel goed. Dat gaat hartstikke goed. En wat is je functie nu hier? Ik ben hier voor de info. Dus voor de mensen die niet weten waar het toilet of wat dan ook is voor informatie, zit ik hier op mijn stoeltje achter de bureau. Ja. Ja, en ik, als ik dit zou even laten zien. Ja, dat dit is, dan kunt u invullen zeg maar, van welk bedrijf of van, ja, welk, voor wie je echt bent uitgenodigd. Schrijf de naam in, de e-mail en het telefoonnummer. En ja, eind van de middag wordt er zeg maar, bekendgemaakt wie de prijzen winnen. Dus kan een prijs winnen. Dat kunnen wij ook gewoon doen. Ja, er is een hele lijst vol met prijzen van bijvoorbeeld van de Alexanderhoeve, de Gouden Fles Chardonnay en van alles. Van de Dorpskamer, van de Juwelier van Dam en heel veel prijzen. Dus hartstikke leuk. Geweldig initiatief, mooi. Ja, hartstikke leuk. Nou, ik hoop dat je geniet vanmiddag verder. Dat komt goed, aan het weer zal het niet liggen. Doeg, bedankt. Graag gedaan. Naast mij een van de hoofdsponsoren van DVS 33. Natuurlijk ook nog wel met een ander. Maar Dorhout Mees, dat is het belangrijkste. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Klopt, hè? En dat doen jullie al een tijdje? Al 4 jaar nu. Sinds 2 jaar nu hoofdsponsor. En we zijn blij dat we onderdeel mogen zijn van een dynamische, levendige businessclub. Ja. Ja. En dat is het zeer zeker. En dat is onder andere dit ook. Ja, dit is fantastisch. Dit is georganiseerd. Leuk om hier met elkaar te zijn, ook van elkaar te horen en te voelen wat we nou precies doen. Soms weet je wel een beetje van collega-sponsoren dat ze iets doen. Maar het verbaast me echt ook de opkomst vandaag. Zo'n diversiteit aan verschillende soorten bedrijven die toch samen één doel hebben. En dat is het sponsoren van een mooie sportploeg. Ja. Heb je nou ook het idee dat je in die 4 jaar echt al een duidelijke wisselwerking krijgt tussen DVS-leden... Meerdere ondernemers die je ontmoet hier? Ja, zeker. Ik zeg altijd, gunnen is een Nederlands woord. Dat is ongeveer bedacht hier in Ermelo. Men gunt elkaar hier ook de handel. En ook wij merken steeds vaker dat ook vanuit de businessclub, maar ook erbuiten, ook relaties van sponsoren, ons toch weten te vinden als golfbaan, als restaurant, als hotel, als schietbaan, als teambuilding locatie van Nederland. Ja. Fantastisch. En dat is de bedoeling van zoiets, hè? Dit is helemaal fantastisch. Dit moeten ze vaker doen. En iets meer rugbaarheid aan geven, denk ik. Wellicht een grote regionale spreiding. En volgend jaar hebben we het hele voetbalveld vol. Nou, ik zie je ook nog regelmatig zaterdagmiddag ook nog. Ja, zeker. Absoluut. Dat is mijn favoriet uitje op zaterdagmiddag. Als het restaurant net een beetje vol begint te lopen, kan ik mooi wegvluchten hier naartoe. Een biertje doen na de wedstrijd. Altijd gezellig. Hartstikke goed. Bedankt voor dit interview. Dankjewel. Okay. En dan loop ik hier langs de stand Job Trans. Waar staat dat voor? Job Trans. Wij zijn een uitzendbureau en opleider in de transport en logistiek. Dus enerzijds leiden wij mensen op tot het beroep van vrachtwagenchauffeur. En verzorgen wij code 95 cursussen. Dat houdt in dat vrachtwagenchauffeurs 35 uur nascholing moeten volgen in 5 jaar tijd. En dat faciliteren wij. En daarnaast hebben wij veel chauffeurs in dienst die via ons uitgezonden worden naar transportbedrijven in de regio. En dat doen we vanuit Harderwijk, Genemuiden en Heerenveen. Je hebt hier ook een kleine vestiging of zo? Nou, niet een kleine vestiging. We hebben een behoorlijke vestiging met een aantal leslokaaltjes. Daar ben ik zelf de vestigingsmanager van. En vanuit die hoedanigheid zijn we, omdat we 2,5 jaar geleden in Harderwijk zijn gestart, ook in aanraking gekomen met DVS. Ja, Genemuiden, natuurlijk ook een voetbalbolwerk. Maar ja, DVS 33 steekt ze langzaam maar zeker allemaal naar de kroon, hè? Ja, klopt. Nee, hartstikke mooi wat hier allemaal gebeurt. Daar mogen jullie absoluut trots op zijn. Dat is hartstikke mooi, ja. Hoe was je naam ook weer? Jeroen van Loo. Jeroen van Loo. Hoe lang zijn jullie al sponsor? Sinds begin dit jaar. Dus we zijn nu 2,5 jaar actief in Harderwijk. En vervolgens zijn we benaderd door Bonnie Wopperijs van Kamphorst. En sinds die tijd zijn wij lid geworden van de businessclub en zijn we co-sponsor bij DVS. En je komt zaterdagmiddag ook wel eens? Zelf moeten we ook voetballen. Dus we proberen dat enigszins te kunnen combineren. En dat betekent dat we de ene zaterdag wel zijn en de andere zaterdag niet. Maar goed, we proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Want die wedstrijden die wil je eigenlijk niet missen. Ja, genieten natuurlijk. En hier ook natuurlijk van dit prachtige platform van deze mooie beurs. Absoluut. Leuk opgezet. Ja, compliment. Dankjewel. Okay, jij ook bedankt voor dit interview. Ja. Naast mij Gert Pieper van, dat is wel een heel bekend bedrijf hier in Ermelo. Bouwmaterialen. Gert, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Mijn naam is Gert Hofman van Pieper. Ja. Ik hoop dat ik onderhand wel Gert de Pieper ben.
Nou, mooi evenement ook. Leuk de eerste keer. Mooi weer erbij. Dus ik heet iedereen welkom. Hè? Ja. Jammer dat je hier binnen staat. Ja, joh, goed. Op een gegeven moment, je hebt ook niet in de hand. Buiten is ook warm. En, ja. Hoe lang ben je al sponsor bij DVS? Bedrijf wat ik voorheen deed 9 jaar. En nu 1,5 jaar via Piepen. Dus totaal 11 jaar. Totaal 11 jaar. Hartstikke goed. En ja, heb je het idee dat het ook wat oplevert? Wat ik heel leuk vind, op een gegeven moment staan heel veel leden. Je ziet ze wel en nu kun je ook zien wat ze doen. Ik heb toch heel wat nieuwe gezichten gezien en ook wat bedrijven die ik al kende, maar dat ik niet weet wat ze deden. En dat komt nu goed tot terecht. Ik heb zo langzamerhand het idee dat bedrijven die niet meedoen bij het bedrijvenplatform van de businessclub van DVS 33, dat die de boot gaan missen. Nou, dat zou goed kunnen, ja. Ja, wat ik al zeg, ik vind het gewoon heel leuk om... ja, je zit elkaar in een andere context, normaal dus met een biertje erbij. Nu is gewoon even kijken wat doet iedereen. En ja, dat vind ik gewoon interessant. Ja, geweldig. En omzetverhogend natuurlijk, denk ik ook. Ik hoop het uiteraard. Zeker nu de economie zo goed gaat. 3,7% erbij. Ja, bij ons nog iets meer dan 3,7%. Maar ja, dat is de bouw, hè. De bouwer die heeft goede jaren, gaan ze tegemoet. Helemaal top. Oké, okay, het gaat goed. Gert, bedankt. Dank je. Naast mij Evert van Tol. Ja, hij staat er fantastisch op. Van Lohorst. Leg even uit, Lohorst. Lohorst, ja, Lohorst Landscaping is een hoveniersbedrijf uit Ermelo. We hebben ook een vestiging in Ede. En we richten ons veelal op realisatie van terreinen rondom zorginstellingen, bedrijven, appartementen. Uiteraard ook onderhoud, waar we ons druk mee bezighouden, vooral dit seizoen. En ook de particuliere tuinen, daktuinen is een specialiteit waar wij ons op richten. Economie begint aan te trekken en dat zullen jullie ook ongetwijfeld wel merken. Ja, uiteraard, dat merken wij inderdaad. Ja, het werk was er altijd wel, maar ja, het is inderdaad, het gaat nu wat makkelijker inderdaad. En, dus in dat opzicht merk ik zeker dat de economie aantrekt. Ja. En het lidmaatschap van de businessclub van DVS 33, levert dat ook nog wat op? Klanten, heb je het idee? Ja, we waren er in het verleden nog niet zo heel actief mee. Dat zijn we nu wat meer. Dus ja, we gaan kijken wat er vandaag uit kan komen inderdaad. Vandaar dat we hier nu ook aanwezig zijn om te kijken om onze connecties verder uit te breiden. Zo'n initiatief natuurlijk wel heel, heel lekker. Hè? Ja, inderdaad. En het is goed georganiseerd. Mooi weer erbij geregeld. Dus nee, dat is top om het op deze wijze te kunnen doen. Ja. Ben je ook voetballiefhebber? Ik ben wel voetballiefhebber. Niet overdreven, maar inderdaad, ik volg voetbal. Ik ben een aantal keer hier bij de wedstrijden geweest. Dat is gewoon leuk en dan kan je ja, je connecties ook weer spreken. Dus, ja. Ja, en daar is het natuurlijk voor, hè? Bedrijvenplatform. Ja, inderdaad. Gewoon ja, gezien worden en elkaar weer een keertje gesproken hebben. Daar doen we het voor. Blij dat je daar onderdeel van uitmaakt. Zeker, zeker. Ja. Oké, okay, bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Naast mij Erik Bouwman, zoon van... De oude bouwman en broer van Mark. Hè? Mark, gaat het daar goed mee met zijn knie? Ja, het gaat aardig goed met hem. Hij, ja, hij traint gewoon weer bij de fysio en ja, het gaat zijn gangetje. Hij moet natuurlijk wel een langere revalidatie is die aangegaan. Maar tot nu toe loopt hij op schema. Hopen dat het hartstikke goed komt met hem. Ja, ja, en hij is nu ook bij ons in de zaak betrokken geraakt door de spijkerspecialist.nl. Dus ja. Wat is dit voor zaak? We zijn een groothandel in tekkers, ja, spijkers op rol en, ja, en de toeboren zoals spiraalslangen, van alles eigenlijk. Handschoenen, werkhandschoenen, spullen, alles. Mooi werk. Ja, dat denk ik wel, ja. Heerlijk om aan de man te brengen. Hè? Ja, dat is het hem juist. Het is gewoon een leuke industrie. Je komt van alles tegen en ja, zoals hier op de DVS businessbeurs kom je ook van alles tegen. Je maakt gewoon makkelijk contact. Ja, en daar is hij natuurlijk inderdaad ook voor bestemd, hè? Ja, dat is zo, ja. Ik bedoel, ja, het gaat gewoon ons kent ons heel snel hier. En dat is een heerlijkheid. Ja, maar zo hoort het ook, vind ik. Het is geven en nemen. Ik bedoel, en elkaar helpen. En elkaar helpen, inderdaad. Daar gaat het inderdaad gewoon om. Ja, zo is het. Zo zie ik het ook, ja. Helemaal goed. We zijn het volledig met elkaar eens. Ja, dat klopt. Oké, bedankt voor dit interview. Jullie ook bedankt. Ik heb het idee dat vrouwen... ongelooflijk goed zijn in het organiseren van een beurs. Ja, dat klopt. Je hebt dat idee heel goed. Het is opvallend. We zijn met een klein team nu voor deze beurs. Er wordt natuurlijk heel veel georganiseerd. Maar gisteravond ook waren we met 3 meiden. Ja, we zetten het gewoon neer, hè. En dan echt fysiek, hè. Kijk, het plannen en het bedenken en het vergaderen is een ding. Is leuk. Dat zijn we met z'n allen. Maar als het op echt hard werk aankomt, dan doen wij dat dus gewoon, hè. Kijk, dat idee heb ik nou echt al. Ophangen, vastleggen, verschuiven, tillen, sjouwen. Gewoon in het zweet werken. Heerlijk.
Je bent dan echt hard aan het werk. Ja, dat is gewoon leuk. Dat is heerlijk. En zeker ook voor DVS, daar heb je een link mee, hè? Ja, heel sterk. Heel erg. Ja, we doen dit vanuit de businessclub. Heel belangrijk. Maar ik heb ook heel veel met de vereniging, moet ik zeggen. Vind ik ook heel van belang. Fijne mensen, allemaal. Maar het is altijd een verschil ertussen. We vinden het allemaal bijzondere mensen, bijzondere ondernemers nu. Geweldig hoe iedereen zich uitslooft. Nu ook hier. Iedereen weer zijn middag gewoon ervoor vrij neemt. Hè? Want je bent ondernemer en je plant het weer in. En we zijn er weer met z'n allen. Ik hou van DVS, echt. Oprecht. Hey, dit werkt enorm. Hè? Je ziet ondernemers met elkaar babbelen. En och, dus zit jij er ook bij. Ja, dit is bedrijvenplatform. Hè? Ja, heel sterk. Heel leuk. En er zijn natuurlijk veel meer van dit soort platforms. Maar dit is het eerste begin. Het eerste proberen, een try-out. En we gaan dat zeker ook herhalen. Ook voor anderen om te laten zien wie ze zijn. Wat je ook brengt, hè, als product, wat voor een bedrijf. Het is zo leuk om te laten zien wie je bent. En dat met elkaar te delen. Dus dat is goed. We zijn hier goed mee bezig. Geweldig. Leuk verhaal. Ik raak er zelf geïnspireerd van. Ik vind het ook heel erg leuk. We zijn er echt blij mee. Een fantastische dag dit. Heerlijk. Ja, oké, bedankt. Bedankt. Dankjewel. Jij ook bedankt. Ik sta hier samen met Niels Kallenbach. En ik kijk naar een prachtig spreuk. Internet is een prachtig podium. We laten hier graag schitteren. Ja, dat klopt. Daar zijn we van Orangetalent volop mee bezig, vooral onze opdrachtgevers. Ja? Ja? En wat houdt dat precies in, Niels? Nou, wat wij onder andere doen, is wij kijken heel goed naar een bedrijf. Waar wil die heen? Welke strategie hebben ze? En als ze hem niet hebben, helpen we daarmee. Vervolgens kijken welke middelen via de online kanalen kun je het beste inzetten om het resultaat te behalen. Dus heel simpel gezegd kan het zijn naamsbekendheid vergroten of je omzet vergroten. Dan kijken wij welke tools zijn er beschikbaar in de gereedschapskist. En vervolgens zorgen wij ervoor dat dat optimaal wordt ingezet. En sturen we daarop bij. En adviseren we ook. En laten we ook de voortgang heel goed aan je zien. En op die manier helpen we opdrachtgevers naar het behalen van hun doelen. Mooi. Lidmaatschap van de Business Club. Levert jou dat nog wat op, jullie bedrijf? Ja, weet je, je moet nooit verwachten, denk ik, dat soort dingen je direct handel opleveren. Zo zit ik ook niet in elkaar, dat hoeft voor mij ook niet. Ik vind het belangrijk om lokaal betrokken te zijn. Je spreekt ontzettend veel ondernemers hier lokaal. Dat is hartstikke leuk. Daar leer je heel veel van. Nou ja, als ze dan toevallig nog een keer je de hand wil gunnen, is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Maar het is geen doel op zich. Maar indirect gebeurt het wel? Indirect gebeurt het zeker. En ik denk dat de Business Club Ermelo daar echt wel in uitblinkt. Het is een hele gezellige club. Het is een hele leuke club. En waar ze kunnen, zullen ze het elkaar echt wel gunnen. Ja, dat merk je sterk. Ja. Het is een platform langzaam maar zeker waar je u tegen zegt. Ja, het wordt steeds, ik geloof nu al, 230 leden. Ja, zoiets, ja. Business Room wordt te klein ervoor. Maar ook gewoon de oprechtheid en het enthousiasme. Als je hier rondloopt ook, iedereen kent elkaar. En je wordt gewoon positief onthaald. Het is met een hele hoop clubs ook wel anders. En er zit een hele positieve swing in. Ja. Helemaal te gek. Geniet ervan vanmiddag verder. Dankjewel, veel succes. Oké, Niels. Bedankt. Naast mij Inge Meeuwse, namens het bedrijf Inclusief Gresbo. Wat is dat? Wat is dat voor bedrijf? Wij zijn een sociale ondernemer op de Noordwest-Veluwe met diverse takken van sport. En zoals je hier kan zien staat daar het woordje post nog onder. En dat is een van de onderdelen waar ik hier voor sta. Maar er gebeurt van alles en nog wat. Hè? Jullie hebben ook gewoon schilders. Noem maar op. Klopt. Schilders, schoonmaak, verpakken, montage. Schoonmaak, dat heb ik al genoemd. Post, groenvoorziening. Ja, die schoonmaak, daar heb ik mee te maken hier op Groevebeek. Daar had ik altijd echt de grootste lol met die werknemers. Hoor. Ja, klopt. Klopt. Dat horen we heel vaak. En daar zijn we heel trots op. Ja. Dat kan ik me heel goed indenken. Dit gebeuren, hoe kijk je daar tegenaan? Heb je een gezellige middag gehad? Absoluut. Ik vond het heel leuk om heel veel klanten van ons te zien, want dat is natuurlijk toch erg leuk. Daarnaast veel nieuwe klanten gesproken, althans ik hoop dat dat nieuwe klanten worden. En prachtig weer erbij. Ja, en het is heel mooi van opzet, goed verzorgd. Ja, complimenten. Ja, het kan gewoon niet stuk, hè? Heb je nog een binding met voetbal, met DVS? Ik zelf niet zozeer, maar mijn collega's, Frits Bos, Dirk van Panhuis, wel. Ook bekende van de club. Dus wat dat betreft is dat zeg maar de connectie. Ja, dat zijn hele grote bekende. Dirk van Panhuis is een tijdje mijn baas geweest, zeg maar. Hij zegt, Piet, ga jij even DVS TV doen? Nou, leuk. Ja, kan me voorstellen. Ja. Zeker. Frits die heeft zijn mondje op de goede plaats zitten. Speaker van hier tot Tokio. Ja, zeker. Ja. Maar leuk bedrijf, komt goed op mij over. Nou, fijn. Hartstikke mooi. Okay. Heel veel plezier en bedankt voor dit interview. Dankjewel. Jij ook bedankt. Okay. Tot ziens. Kort vraaggesprekje met Aniek van Flavon Ice.
Flevonijs, wat is dit een mooi bedrijf. Ja, zeker. Zowel in de zomer als in de winter is er genoeg te doen. Ja, ik ga in de winter altijd sowieso één keer, maar soms ook wel twee of drie keer. Met mijn kleinkinderen, met mijn vrouw, met z'n zessen gaan we daar naartoe en hebben we echt een helemaal een te gekke dag. Wat leuk dat jullie ook sponsor zijn van DVS. Ja, zeker. Zijn we al een tijdje. Volgende week uit mijn hoofd komen ze zelfs weer naar ons voor een uitje. Ja, en waar bestaat dat uitje uit? Betekent dat ze voornamelijk buiten bezig gaan zijn, sportief bezig gaan zijn. Ik durf niet te zeggen wat ze precies gaan doen, maar ze zijn een middagje bij ons. Ja, het is niet alleen maar swinters, koek en zopie en wat dan ook. Maar het is ook, zie ik daar, hè, heel pittig sporten. Ja, zeker. Het obstakelparcours bedoelt u dan. We hebben baan liggen van 3, 6 of 9 kilometer. En dat is inderdaad een uitdaging. Nou, kortom een heel inspirerend bedrijf, denk ik ook. Ja, bewegen is natuurlijk ongelooflijk hot. Ja, precies. Daar staan we inderdaad ook voor. Sports en fun, het moet natuurlijk ook leuk zijn. Maar inderdaad, het sportief zijn. En daarom is de link natuurlijk heel makkelijk gelegd met een voetbalclub waarin het ook over om bewegen gaat en plezier. Ja, die weten precies hoe het is om sportief te zijn. Dus om een keertje wat anders te doen, komen die lekker bij ons. Geniet je er een beetje van hier, dit bedrijvenplatform? Ja, zeker. Ik vind het heel mooi georganiseerd. Leuk om een keertje bij te zijn. Heel goed. Heel veel succes met Flevonijs. Dank u. Jullie ook nog een fijne dag. Gert, de beurs is nu een kleine 2 uur bezig. Mooie openingswoorden van de burgemeester André Baars. Ja, ik denk dat hij de spijker wel op de kop sloeg. Ja, ik was net nog bij handelsonderneming Bouwman en daar ging het ook over spijkers. Ja, die verkopen spijkers. Ja. Niet, en echt niet op laag water? Niet de nagels, nee, die zoeken ze niet op laag water, nee. Nee, maar even over onze burgemeester, ja. Ik hoorde hem iets zeggen over zaken doen, dat begint met het leggen van contacten. Nou, ja, dat kan hier dus en ik zie dat hier volop gebeuren, dus... Wat dat betreft ben ik een gelukkig mens. Ja, ik kan dat geloven, want je ziet het gewoon gebeuren. Ze gaan bij elkaar shoppen en loten kopen en hopen dat ze prijzen winnen. Ja, en visitekaartjes uitwisselen. Dus er ontstaat weer handel en dat is gewoon hartstikke goed. En als wij dat als businessclub zeg maar kunnen regelen, faciliteren voor die mensen, nou, dat is alleen maar goed, denk ik. Je zou toch eigenlijk bijna kunnen zeggen dat als je een bedrijf bent die niet binnen dit platform is, dat je dan misschien bijna wel de boot gaat missen. Je haalt me de woorden uit de mond. Ik had het zelf kunnen bedenken. Oké, Gert, bedankt.